Afgelopen woensdagavond werd er weer getraind voor de RN7 Heuvelenloop. Onder begeleiding van trainer Paul Eichelsheim deden de lopers souplesse trainingen. Ze liepen rond het Goffertstadion. Er was een warming-up van 5 minuten en daarna hadden ze 10 keer 200 meter souplesse trainingen. In totaal is er 5,6 kilometer gelopen. Volgende week is de laatste training. Dat wordt geen intervaltraining, maar een parcoursverkenning van de route van de RN7 Heuvelenacht.